Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, heeft volgens minister Roline Samsudien een druk jaar achter de rug. De bewindsvrouw zegt dat het ministerie in het afgelopen jaar een groot deel van de achterstanden van de uitgifte van beschikkingen heeft kunnen inlopen. Maar we zijn nog niet waar we wezen moeten. Er zit nog een groot deel in de archieven dat nog verwerkt moet worden, aldus Samsudien. Met een nieuwe aanpak, zoals we dat nu doen, hopen we dat in 2019 af te ronden. Laat maar zeggen, de achterstanden. Maar we hebben het afgelopen jaar haast alle districten afgelopen. Maar met uitzondering van Paramaribo en Brokopondo. Dus ik denk dat we een groot deel van de mensen wel blij hebben kunnen maken met hun beschikkingen. De bewindsvrouw zegt verder dat haar doel nog steeds is het transparant maken van het ministerie. Wij gaan nog steeds voor een goed gronduitgiftebeleid en een geordende administratie, benadrukt Samsudien. En het automatiseren is al een stukje gevorderd, laat me dat zo voorzichtig zeggen. Want u begrijpt, er is heel veel werk aan de winkel. We zijn ook afhankelijk van de nodige financiën. Maar we zijn aardig opgeschoten. Verder hebben we ook nog, we zijn bezig om het kadaster van Suriname te automatiseren. Onze leggers ook, want al die mappen met die stukken papieren, dat is allemaal ondoenlijk in deze tijd. Dus we willen alles gaan digitaliseren. En ook in samenwerking met GLIS natuurlijk. En we willen dan vanaf, als het goed is, eind eerste kwartaal ergens nu de grondhuur op efficiënte wijze te gaan innen. Roline Samsudien, minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Zij heeft een terugblik gedaan op 2018. Ook heeft zij aangegeven waar de focus van het ministerie ligt voor 2019.